helemaal omdat het deze week op thema week is en we zeg maar het thema zit van WK. Laat ik vandaag zien wat ik draag, want vandaag speelt Nederland tegen Spanje. En het is de allereerste wedstrijd en ik denk eigenlijk niet dat we gaan winnen, want Spanje is wereldkampioen. Oké, kleine mini-update. Gisteren zei ik dus dat ik dacht dat we Spanje niet zouden verslaan. Ik dacht dat Spanje veel beter was. Oh, sorry. Ik kom echt over alsof ik geen hoop heb in Nederland of zo. Maar nou ja, kom op. Het was toch wel een beetje te verwachten. Maar we hebben ze toch verslagen. En gewoon met 5-1. Dus dan verslaan we de rest ook wel. Nou ja. Dus ik neem even terug dat ik dacht dat we ze niet zouden verslaan. Want dat hebben we toch gewoon gedaan. Team Holland. Yay. Maar ik laat toch even zien wat ik vandaag aan heb. En Nederland is natuurlijk oranje. Dus ik heb van oranje outfit gekozen. Moet eerlijk zeggen dat ik best wel... Dat ik het best wel moeilijk vond, want oranje, ja, ik heb niet zoveel oranje en ik vind oranje persoonlijk best wel een moeilijke kleur. Maar ik heb toch wat gevonden. Nou, ik draag hierbij een oranje blouse en nog wel een oranje ketting erbij. En daarnaast gewoon een zwart broekje en zwarte schoenen van Boohoo. En ja, ik vind de schoenen zelf heel erg tof, want ze hebben zeg maar een plateau hier aan de zijkant. En mijn voeten zijn trouwens wel heel erg wit vergeleken met mijn benen. Oké, ho, time out. Op de video lijkt het zoveel erger dan in het echt. Ik ben dus bruin geworden. Maar in al die tijd dat ik bruin ben geworden, had ik meestal dichte schoenen aan. En daardoor zijn mijn voeten nog echt melkflessen. En ik weet dat het er heel stom uitziet, sorry. Maar ik heb niet voor niets een t-shirt waarop staat Perfectly Imperfect. Dus bij deze ook mijn tip aan jullie. Als je bruin wilt worden, doe dan geen dichte schoenen aan. Zodat je er niet zo uit komt te zien. Oké, ik zal heel erg af met de video. We gaan nu gelijk weer terug naar de outfit. Mijn broekje is zwart en die heeft dan hier een beetje gouden details. Hier zo, die is van Tonget Fashion en hier heeft hij dan een kanten stofje. En het oranje blouseje die is van de H&M. Wel een beetje koraalachtig oranje, want ja, ik vind oranje zoals ik heb best wel moeilijk. En of heel erg fel, dat is de meeste van Nederland. Maar dat je ook van die t-shirts er hele foute zinnen op staan van... Dus je moet dat vallen van het EK. Maar nee, dat is niet zo mijn ding. En voor de rest was dus die oranje ketting en wat gouden sieraden. En ja, dit heb ik eigenlijk vandaag aan. En ja, dat was het eigenlijk. Bedankt voor het kijken. En geef dan even een melding om te abonneren. Dan zie ik volgende week weer. Doei!